Ik ga heel eerlijk zijn. Ik weet dat ik hier moet speechen over mijn visie voor de toekomst, alsof ik daar ook maar enigszins voor gekwalificeerd ben. Maar ik heb besloten om eerlijk te zijn. Ik zou hier kunnen speechen over alle problemen in de wereld. Mensenrechten, vrouwenrechten, oorlog en vluchtelingen. En zeggen dat we die problemen moeten aanpakken, samen met z'n allen. Maar de waarheid is dat ik geen flauw idee heb waar we zouden moeten beginnen. Ik zou hier kunnen speechen over hoe we allemaal ons steentje bij moeten dragen, vervuiling tegengaan, geld geven aan goede doelen. Maar de waarheid is dat ik ondertussen een flink hoge som geld heb besteed aan blikjes Coca-Cola en erg weinig aan UNICEF. Ik zou hier kunnen speechen over al die rotjongeren op social media die elkaar niet meer in het echt spreken. Maar de waarheid is dat ik net een WhatsAppje heb ontvangen en die moet ik echt antwoorden. Wij maken elke dag tientallen keuzes die invloed hebben op de wereld. Maar bij de meeste van deze keuzes denk ik niet na over hoe de wereld er over 50 jaar uit gaat zien door mijn gedrag. Als ik eerlijk ben, klinkt dat enorm vermoeiend. Ik snap dat dit niet de meest inspirerende speech is. We gaan niet naar aanleiding hiervan het vluchtelingenprobleem oplossen of IS eens goed aanpakken. Maar hadden we dat wel gedaan als ik hier een soort Obama-stijl Yes We Can speech had gegeven? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Dus wat kunnen we wel doen? U als Verenigde Naties, heel wat meer dan mij. Dus jullie gaan waarschijnlijk niet luisteren als een 17-jarige snotneus u vertelt hoe u uw baan moet doen. Maar wat kunnen wij doen? Wij kunnen nadenken over de problemen in de wereld voordat we ze non-oplossingen geven. Wij kunnen ons best doen om ons steentje bij te dragen en niet te veel water te verspillen. Wij kunnen ons best doen om één keer dat blikje cola te laten staan en iets in de collectebus te doen. En vooral de jongeren, doe alsjeblieft je best om het zo ver mogelijk te schoppen. Want als ik kijk naar de wereld nu, dan weet ik zeker dat ik mensen zoals jullie, mensen met gezond verstand, aan de macht wil hebben.